In 2022 kwam er een abrupt einde aan de stijging op de obligatiemarkten. De zorgwekkende inflatieniveaus verplichten de centrale banken wereldwijd immers om hun monetaire politiek te verstrakken. De basisrente wordt dan ook bijna overal opgetrokken. Bij de Angelsaksische centrale banken zoals de Federal Reserve en de Bank of England vonden reeds renteverhogingen plaats. Ook de ECB zal dit in juli en september doen. De voorbije maanden anticipeerde de lange termijnrente wereldwijd op die vele renteverhogingen. In die mate zelfs dat de obligatiemarkten wereldwijd nagenoeg in een berenmarkt zitten. Dit betekent dus een daling met 20% tegenover de vorige piek, die van januari 2021. Dergelijke grote dalingen zijn quasi nooit geziene taferelen, althans op de obligatiemarkten. Die daling weerspiegelt zich in de evolutie van de Bloomberg Global Aggregate Index, die wereldwijd obligaties oplijst met een investment grade, of kwaliteitsvolle obligaties. Lange tijd werd vastrentend papier door de regelgever en de klassieke economische handboeken als heel veilig voorgespiegeld. Met de fors stijgende rente is de realiteit nu echter totaal anders. Obligaties delen dit jaar evenveel in de klappen als aandelen, die altijd als risicovol worden aanzien. De voorbije maanden daalden de koersen van vele obligaties onder pari of onder de 100%. Vooral langlopende obligaties die sterk rentegevoelig zijn, werden getroffen. Wanneer u obligatiefondsen bezit, gaat u dan ook best na wat de gemiddelde looptijd is van de obligaties opgenomen in het fonds. Hoe langer de looptijd, hoe zwaarder uw fonds dit jaar wordt getroffen. In tijden van rentestijgingen is de term defensief voor obligaties dan ook zeker niet op zijn plaats. Spaarders die aan pensioensparen doen, kiezen veelal voor een pensioenspaarfonds. Bij banken kan u kiezen voor dynamische fondsen met een belangrijk aandelengehalte. Maar u kan evenzeer opteren voor zogenaamde defensieve pensioenspaarfondsen. Met andere woorden, met een belangrijk obligatiegehalte. De voorbije drie decennia, toen de rente neerwaarts gericht was, zorgde het omvangrijke obligatiegedeelte van die defensieve fondsen voor een positieve bijdrage. Tussen 2010 en 2020 kenden de defensieve pensioenspaarfondsen een jaarlijkse return van circa 4%. In 2021, toen de rente wereldwijd een absoluut dieptepunt bereikte, was dit zelfs een stijging met zowat 7%. Het verlies van dit jaar met defensieve fondsen wordt geleden, wist gemiddeld ruim 3 positieve winstjaren uit. Wat we over die pensioenspaarfondsen denken en wat we denken over de huidige rentehoos, leest u op onze website belegger.be.